Hi, ik ben Helene Verrooyen. Ik heb een film gemaakt, Het Doet Zozeer. Die is in première gegaan bij Filmfestival Rotterdam. En draait vanaf 23 februari in de Nederlandse bioscopen. Linda TV heeft gevraagd of ik alles rondom de film wil vloggen. Maar ik kan niet vloggen, daarom heb ik mijn zoon Sam erbij gehaald om het te volgen. Je zult mij in actie zien, mijn vriend Bart komt voorbij. En natuurlijk onze honden Alfa en Fenna. Ik hoop dat je kijkt. Rise and shine. Dun, 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 dun. Rise and shine. Rise and shine. Nee, waarom? Het is de ochtend na de première. Hoe voel je je? Hoe voelen jullie je? Moe, maar gelukkig. Volgens mij is mijn telefoon ontploft vannacht. Echt niet normaal. Het is Sam. Hello there, friend. Goeiemorgen. Oh, Richard Groenendijk, ik heb het ingesproken. Oh. Ik vond het fantastisch. Ik vond het echt geweldig. Ik was echt ontroerd, want wij hebben dit, nou ja, het was exact zoals bij mijn oma. Het is echt schitterend, maar dit wordt een toneelstuk, maar hier ga jij, ja, niet dat dat belangrijk is, maar een prijs mee winnen, of in ieder geval, weet ik veel wat, een bos tulpen voor krijgen. Nee, het was echt, ik vond het echt integer en met heel veel liefde gemaakt. En nou hou ik op, met al die veren je kont. Dus, en ook nog irritant dat je zo'n ontzettend lekker jong ding hebt, dat kan ik ook niet tegen. En dat je in die jurk past. Ja, het was geweldig. Ik bedoel, ik heb nog wel nooit iets meegemaakt. Als ik een boek schrijf, dan merk ik niks van het publiek. Ik zit er nooit naast als mensen mijn boek lezen. En nu had ik iets gemaakt en ik zat in de zaal terwijl mensen dat tot zich namen. Dat was echt geweldig. Er werd zo ontzettend gelachen. Er werd echt zo gelachen en af en toe werd het weer helemaal stil en na afloop, ja, mensen gingen helemaal me bedanken en ontzettend aardig doen en het was een warm bad. En eigenlijk het allerleukste was dat mijn moeder zo de show stal. Iedereen werd volgens mij gewoon een beetje verliefd op mijn moeder. Ze is ook echt ontzettend grappig. En het gek is ook dat je dat ook pas goed ziet als je het terugziet. Dus ook ik zelf had die ervaring toen ik keek van, ja, ze is ook inderdaad wel heel komisch en heel eigenwijs. En dat was heel erg leuk om te zien en om mee te maken. Ja, wat gaan we vandaag doen, moeders? Eerst een shoot voor de cover van Opzij. Daarna napraten met Boulevard over de première van afgelopen weekend. Daarna een interview met Opzij vanwege die covershoot. En daarna ga ik naar Rotterdam. Daar heb ik een diner op het stadhuis met Abu Talib en een zeer select gezelschap van genodigden. Dus jij mag niet mee. Maar nu ook niet, of wel? Ja, nu wel. Oh, oké. Nou, dan gaan super trots op je natuurlijk. Hoe je hier ook gewoon stond vanavond. Echt als een documentairemaker. Helemaal in je element. Je weet dat ik heel trots op je ben. Maar ik denk dat het niet pijn doet. Het doet niet zeer om het dat nogmaals te zeggen. Ik vind het heel knap wat je gemaakt hebt. We hebben wel eens wat ruzie erover gehad. Kleine dingetjes. Maar als ik dit zie, dan is dat allemaal voor een heel goed doel geweest. Maar waarom wou ze dit maken? Waarom wou ze dit document maken? Nou, ik denk ook zodat ze een mooi document heeft inderdaad van haar moeder. Maar ook om te laten zien wat er gebeurt met iemand. Maar ook wat er met haar gebeurt als je voor iemand wil zorgen die zo achteruit gaat. Hey,
there's not much cooperation between Amsterdam Road and Brooklyn.